Goedenavond, welkom allemaal in de studio. Fidan, we beginnen even met heftig nieuws. Het geweld tussen de Israëlieten en de Palestijnen. Ja. Hield je ook bezig, hè, vandaag? Zeker, ja. Ik heb gebeld met Roni Pallash. Wij kennen elkaar al langer. En ik weet dat jouw zus in Tel Aviv woont. Ik vond het eigenlijk wel belangrijk dat je hier zou zijn vandaag om te vertellen hoe het daar nu is en hoe het met haar is. Ja, nou ja, het is natuurlijk inderdaad, als je een persoonlijke band hebt met iemand die in het land woont, dan voel je dat extra heftig. Mijn zusje woont daar inderdaad, ze is hoogzwanger, ze heeft twee kleine kindjes. Ze woont met haar man en de kinderen dus in Tel Aviv. En dan word je 's nachts om 3 uur met een luchtalarm uit je bed gehaald. En dan moet je een schuilkelder in. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. En tegelijkertijd aan die andere kant in Gaza zijn er ook mensen die geen schuilkelders hebben. Die ook niet weten wat er weer over hun hoofden vliegt. En het is meteen geëscaleerd. En iedereen houdt zich dan bezig wie waar begon. En uiteindelijk komt het erop neer dat het twee groepen zijn die zo danig tegenover elkaar weer komen te staan en zich beroepen op oeroude boeken waarom ze ergens wel of niet mogen wonen. Twee groepen, twee kampen. Je vond het ook een beetje moeilijk wel, toch? Om hier te zitten en hierover te praten. Omdat het natuurlijk super gevoelig onderwerp is. Weet ik, hebben wij het vandaag ook over gehad. Wat ik er ook over zeg in het verleden of over heb gezegd. Het ligt, je zegt het nooit goed. Het is echt een discussie die je bijna niet aan kunt gaan. Precies. Mensen zitten meteen heel erg hoog in de emotie. Je ziet ook dat er van allerlei dingen bij worden gehaald. Meteen Twitter weer, dat smerige riool wat het kan zijn. Antisemitische leuzen, islamofobie. Je ziet het allemaal weer gebeuren. Mensen worden dus heel erg tegenover elkaar neergezet. Terwijl het ook een land is met zoveel innovatie, waar je zoveel moois ook met elkaar kunt doen. Maar de verbroedering is gewoon compleet dan weg. En je moet inderdaad in een kamp gaan zitten. En mensen zijn extreem, ze stemmen extreem. Ze gaan heel erg in dat wij en zij denken. En daar wil je eigenlijk niet in terechtkomen. Maar het is bijna niet mogelijk om daar een discussie over te hebben. Want dan is het meteen zo emotioneel en zo heftig. Lukt het jouw zus ook om niet in zo'n kamp terecht te komen? Haar positie. Zij leeft haar leven daar, dus dat is een heel ander verhaal. Ik denk dat als je een buitenstander bent, dan maak je natuurlijk nog extra zorgen. Op een hele gekke manier kijk, ik ken dan de Israëlische kant. Gaat dat leven op een hele rare manier ook gewoon door. Mensen maken ook nog lol met elkaar. Er is zo'n groep op Facebook, die heet Secret Tel Aviv. Want de Hamas had aangekondigd dat ze om 6 uur weer met raketten zouden beginnen. Nou, 6:15 was er nog niks. Toen zeiden ze, waar zijn die raketten nou? Ze zijn zeker nog aan het eten. Dus mensen proberen elkaar ook met humor nog een beetje in stand te houden. Maar het is natuurlijk permanent een angst. Ja, dat. En zoveel mensen verhouden zich tot dat land. Vanuit hun religie of traditie of wat dan ook. Het is voor zoveel mensen een belangrijk land dat die gemoederen steeds ook zo hoog oplopen. Dus ik Guus Valk, jij bent correspondent geweest daar tussen 2008 en 2011. Ja. Ik weet nog dat ik zelf op Radio 1 een keer iemand gast had. Laurens Boom heet hij volgens mij. Die had zo'n correspondent geweest en die had een boek geschreven. Eigenlijk, hij ging er vrij onwetend heen en ging gewoon verhalen optekenen. Van mensen zoals jouw zus. En ontdekte eigenlijk dat mensen ook zelf zo vastzitten in het narratief aan beide kanten dat er geen ontsnapping mogelijk lijkt. Ja, dat is waar. En tegelijkertijd heb ik ook gemerkt dat heel veel mensen juist proberen dat ook te overbruggen. Het is uiteindelijk, je moet wel het politieke en het menselijke wel heel erg van elkaar scheiden, vind ik altijd. Ik heb zelf een jaar gewoond in een dorp, dat heet Neve Shalom, dat ligt dichtbij Jeruzalem. Dat is gesticht met als doel dat er zowel Joods-Israëliërs wonen als Palestijnen, moslims en christenen. Het is het enige dorp dat in Israël, zeg maar, binnen de grenzen van de Groene Lijn dat heeft. Vond ik een bijzondere plek, omdat ik heel erg honger had naar... Je wilt toch meerdere perspectieven horen. En wat Roniet zegt, helemaal waar. Het gekke is dat het leven daar op een bepaalde manier ook met een zekere lichtheid en humor ook altijd weer doorgaat. Ik herinner me ook in de Gazastrook, waar ik veel was, dat ik bombardementen meemaakte. Een letterlijke gebouw naast mij, en dat iedereen onder de tafel dook en dan daarna weer grappen maken, het verder gaat. Het leeft naast elkaar, zal ik maar zeggen. Ja. Jij wilde ook een foto laten zien die wat jou betreft laat zien dat er ook mensen zijn die die verbinding precies, kunnen mensen blijven zoeken zien. Natuurlijk ook de verbinding. Je ziet hier, dit is in een ziekenhuis en dan zie je het Palestijnse meisje met de Hebreeuwse tekst Shalom, wat vrede betekent. En het Israëlische Joodse meisje met Salam. Ook vrede. Dus er zijn natuurlijk allemaal manieren om toch de verbinding met elkaar te zoeken. Maar ik denk dat dat vooral ook helpt als je niet... bijvoorbeeld ik ben dan Jood en dan word ik altijd meteen als een soort ambassadeur van Israël op het matje geroepen door je omgeving van jij moet hier iets van vinden. Jij moet je er tot verhouden. En ik zie alleen maar heel veel onschuldige mensen die te lijden hebben onder een
eeuwig lijkendurend conflict, waarvan ik hoop dat er toch eens een keer een einde aan gaat komen. Maar ja, herkenbaar ook wel. Want mijn mailbox loopt ook vol met alhoewel ik geen Palestijn ben. Maar wanneer ga je erover uitspreken? Ja. Omdat jij dan ineens blijkbaar ambassadeur bent van die andere kant. Ja. Het is heel gevoelig. Ik wens je heel veel sterkte en je zus. Dit gebeurde er ook vandaag. Dat de autobranche samenwerking zoekt met de milieulobby in een nieuwe poging om rekeningrijden in te voeren. Mensen die veel rijden, betalen het meest. Dag Oranjefans. Ik wil jullie een kleine update geven over mijn beslissing om uiteindelijk niet naar het EK te gaan. Ja, daar baal ik enorm van. De aangekondigde bonus voor werknemers in de zorg is een aanfluiting. Een doekje voor het bloeden. Ik vind het absoluut een minachting naar personeel. FNV zegt, geen bonus, structureel geld. Wij gaan op managementcursus. Ik zeg, goh, leuk. En we hebben net een oefening gedaan, spreken in het openbaar. Kunt u dat? Ja. Do her yoga, dude! Kill her! Kill her!